Is je moeder al weg? Als ze nog niet weg is, stuur haar dan even weg. De mijne is weg. En dat is belangrijk, want Moederdag komt eraan. Op 10 mei, en dat is in de meivakantie. En omdat we nu geen school hebben, kunnen we op school geen werkje maken om aan je moeder te geven. Maar daar hebben wij iets op gevonden. Voor groep 1, 2 en 3 hebben wij iets heel leuks bedacht. Namelijk dit. Kijk, dit is je moeder en dit ben jij. En als je nou een leuk fotootje hebt, kun je die er zo achter doen. Kijk, dat ben ik. Heb je nou geen foto, dan kun je natuurlijk altijd even papa vragen of hij er een wil uitprinten. Of je kunt gewoon je moeder tekenen en jezelf. Oh, hey. Maar ze heeft nog helemaal geen kleren aan. Ik ga eventjes een mooie jurk tekenen voor mijn moeder. Wat knoopjes. Voilà. En deze is natuurlijk nog best wel saai. Maar je kunt hem ook verven, inkleuren met potlood of met stift. Wat je leuk vindt. En natuurlijk jezelf je allermooiste kleren aangeven. Hè? Dan, als ze klaar zijn, zet je ze hierin. Kijk. Daar staat mama. En daar sta ik. Voor groep 4-5 hebben we ietsjes moeilijker. Namelijk ook weer een fotolijstje, maar net iets anders. En hoe denk je, een zwart fotolijstje, super saai. Maar, ik heb hier geen potloden of stiften of pennen voor nodig om hier wat van te maken. Maar gewoon zo'n pinnetje. En kijk eens wat er gebeurt. En je kunt erop maken wat je wil. En dan plak je hierachter een foto van je mama. Dit is mijn mama. Maar misschien kennen jullie deze mama wel. Want ze is jullie juf. Juf Hieke. Als je nou geen foto hebt, kun je natuurlijk ook een foto printen. Als dat niet kan, kan je altijd een foto van je moeder tekenen. Voor groep 5 en 6 hebben wij dit hart. Ik heb hem al een beetje gekrast. Maar je kan natuurlijk krassen wat je wil. Plak je ook weer een foto achter of een tekening of een geprinte foto. En er zit iets leuks bij. Namelijk een magneetje. En die kan je zo op de achterkant plakken. En dan kan die mooi op de koelkast of op de verwarming. Voor groep 7-8 hebben we deze armband. En die werkt natuurlijk weer hetzelfde als wat ik net heb uitgelegd. En die doe je. Moet je eventjes je moeder vragen of ze eventjes haar pols wil passen. Want er zitten verschillende maten op. Nu denk je vast, maar ik heb deze spullen helemaal niet. Hoe ga ik dat maken? Nou, woensdag en donderdag kun je deze spullen ophalen bij jouw eigen kindcentrum. Daarover krijg je nog een mail over hoe en wat. En dan gaat het helemaal goed komen. Heel veel succes! Doei!